Kirkman Company voegt relevantie toe voor alle stakeholders. Dit doen we onder andere door publiek-private ecosystemen op te zetten, waarin organisaties samenwerken als collectief om een gedeeld belang te bereiken. Zo bieden we een oplossing voor een wicked problem. Een ecosysteem laat zich moeilijk duiden, dus om het concept tastbaar te maken, bezochten we twee ecosystemen in de praktijk. De eerste halte van de expeditie is ecosysteem logistiek. We leren dit kennen in het Nationaal Militair Museum. Het ecosysteem is een strategische samenwerking tussen het bedrijfsleven en defensie om de logistieke wendbaarheid van de landmacht te bevorderen. De belangrijkste uitgangspunten van een ecosysteem kwamen aan bod. Er wordt samengewerkt op basis van wederkerigheid en evenwicht. En een ecosysteem kenmerkt zich door een diversiteit aan partners en is sector, keten en soms zelfs landsgrenzen overstijgend. Op naar de tweede halte. In Utrecht is de Social Impact Factory gevestigd. Dit ecosysteem brengt partijen samen om nieuwe initiatieven op te zetten op het gebied van sociaal ondernemerschap. We bespraken de succesfactoren van een ecosysteem. Start met een coalition of the willing en een aanjager. Zorg ervoor dat één partij bereid is om als eerste te investeren. Schep realistische verwachtingen. Zorg voor een aansprekende en gedeelde visie en voor een goede balans tussen collectief en individueel belang. En tot slot, wacht niet, kom in actie en vier succes. Wil jij meer weten over de ecosysteemaanpak van Kirkman Company? Neem contact met ons op en wie weet zien we je volgend jaar.